onderwijs. Ja, het onderwijs zit er bijna op voor veel leerlingen van die naar school gaan eind juni. Is het voor hen gedaan? En ook voor de leerkrachten wacht er dan een welverdiende vakantie. Nu, bijna de helft van de leerkrachten die stopt binnen de 5 jaar. En nu is er een nieuwe afspraak dat die startende leerkrachten beter begeleid worden. Vanaf volgend schooljaar wordt aanvangsbegeleiding een recht en ook een plicht voor elke startende leerkracht. En het katholiek onderwijs heeft nu een korte handleiding klaar met concrete tips om de scholen daarbij te ondersteunen. En bij ons zit Lieve Boeven, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs. Goedemorgen, meneer Boeven. Goedemorgen. Voor we starten, laten we eerst even luisteren naar die leerkrachten. De eerste 4, 5 weken was ik echt zo aan het denken van, is dit het wel? Het is wel al heel vermoeiend geweest. Dat moet ik ook wel zeggen. Ik ben echt heel vaak moe. Het is zo anders stage vergeleken tegenover het echte leven en tegenover de echte realiteit. Er komt zoveel meer op u af. Als startende leerkracht moet je nog zoveel opzoeken, zoveel zoeken. Want er komen wel vragen op u af waarvoor je eigenlijk wel al wat ervaring nodig hebt. Dus dan zit je te zoeken, want je wilt het supergoed doen. Er komt zoveel meer bij kijken waar we eigenlijk op school te weinig mee in contact zijn gekomen. En dat was het moeilijkste. De eerste maanden, de eerste 2 maanden zelf, kon ik dat niet loslaten. In het weekend ook elke vrije moment dat ik had, was ik voor school bezig. Ja, meneer Boeven, er komt zoveel bij kijken, zoveel dingen die ze niet verwacht hadden. Jullie hebben nu een handleiding klaar om leerkrachten beter te helpen om die leerkrachtencarrière aan te starten. U hebt gehoord in de getuigenissen ook dat ze worden wel goed opgeleid in de hogeschool of aan de universiteit, maar op het moment dat men dan start, dat die praktijkshock toch iets zwaarder doorweegt, dat die klassituatie, die schoolsituatie nog iets complexer is. Ook het eigen werk organiseren, de taakbelasting. Dan ook contact met ouders bijvoorbeeld, ook de diversiteit in de klasgroep. Je ziet dat een heel aantal jonge leraren toch met die complexiteit worstelen, daar een goede weg in zoeken en alle begeleiding die ze daarbij kunnen krijgen is dan natuurlijk meegenomen. En inderdaad, vanaf volgend jaar is het een recht en een plicht, maar een heel aantal scholen waren daar al mee bezig en wij hebben een aantal good practices met de pedagogische begeleiding verzameld die wij nu aan onze scholen ter beschikking stellen. Want het is eigenlijk aan iedere school om zo'n aanvangsbeleid uit te stippelen voor haar jonge leraar. Ja, hoe gaat het dan concreet gaan voor die leerkrachten? Wel, bijvoorbeeld, het onthaalmoment is zeer belangrijk. Hoe maak je leraren wegwijs op school? Iedere school heeft zijn eigen cultuur, wat heeft zijn eigen afspraken. Zorgen dat leraren daar relatief vlug mee weg zijn via een onthaalmoment, onthaalbrochure, startersdagen, dat is al belangrijk. Dan ten tweede, ook een aantal van die bijzondere uitdagingen. Bijvoorbeeld werken met leerlingen met leerproblemen bijvoorbeeld. Of contacten met de ouders. Of als er disciplineproblemen zijn in de klas. Hoe ga ik daarmee om? Hoe zorg ik dat een aantal regels die afgesproken zijn, dat die ook opgevolgd worden? En als dat niet gebeurt, hoe reageer ik daarop? En dan ten derde, denk ik, wat ook belangrijk is, en wat we ook in onze fiches mee ingesloten hebben, dat is ook veel meer leren nadenken over waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoe kunnen wij leren? Hoe kunnen wij ons verder professionaliseren? Ja. We hebben daar een aantal tips voor, een aantal methodieken ontwikkeld in fiches. Bijvoorbeeld, teamteaching is zo één, samen met een andere leraar lesgeven, kijken hoe je dat doet. Maar ook een klasbezoek bijvoorbeeld van een oudere leraar of een mentor. Dat is wat scholen heel vaak doen, dat jonge leraren een mentor hebben. Ja, want hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Er komt voor elke leerkracht die start een aanvangsbegeleiding. Ja. Hoeveel uur per week krijgt hij daar bijvoorbeeld voor? Wie geeft die co-teaching? Wat is het kader daar rond? Het is zo dat de school daar eigenlijk aan het stuur zit daarvan. De school krijgt een aantal middelen, die komen uit de collectieve arbeidsovereenkomst die we afgesloten hebben met de vakbonden. En die middelen kunnen ingezet worden ofwel in mensen om die jongeren te begeleiden, ofwel in het vrijstellen van die jonge leraren om extra dingen te doen. Dat is, de school mag dat zelf kiezen. Maar waar de school zeker moet voor zorgen, is dat er een kader is van afspraken tussen de school en de jonge leraren van hoe die aanvangsbegeleiding eruit gaat zien. Wie de mentor is bijvoorbeeld, wat er verwacht wordt van de mentor. Maar dat kan bijvoorbeeld een ervaren leerkracht in de school zelf zijn, die dat dan bij zijn huidige lesopdracht moet doen. Die daarvoor voor een stuk vrijgesteld wordt, met die middelen die er zijn om
om dat te doen. Een aantal scholen deden dit reeds. Hè. Stelden reeds leraren vrij om dat te doen. Nu is het structureel voorzien en nu worden er van scholen ook verwacht dat ze het doen. En wat wij met die fiches doen en met de pedagogische begeleiding, is scholen die daar werk van maken, daarin ondersteunen. Ja, die begeleiding die is belangrijk. Dat was een zwaar pijnpunt. Nog een ander pijnpunt voor die startende leerkrachten is natuurlijk die werkzekerheid. Ja. Dat los je hier mee niet op, natuurlijk. Nee, hè? Dat is waar. Maar daarvoor hebben we zeker in het basisonderwijs de lerarenplatforms, hè, die vorig jaar in voege getreden zijn, waardoor men alle vervangingen eigenlijk opgespaard heeft en ervoor dan gezorgd heeft dat jonge mensen een jaar aan een scholengemeenschap gekoppeld worden en daar de vervangingen kunnen opnemen. Is dit een ideaal systeem? Wel, het is een systeem dat zeker al bewezen heeft dat het werkt. Het kan zeker geoptimaliseerd worden. Voor het secundair onderwijs hebben we dat maar in een aantal gevallen. Maar het is natuurlijk wel zo, wij gaan naar een gigantisch lerarentekort. Dus we mogen ervan uitgaan dat leraren, hoe je het ook draait of keert, dat die zeker aan het werk zullen kunnen. Want een lerarentekort betekent dat er plaats te over is. Maar vindt u dat ook in het secundair onderwijs er zo'n lerarenplatform moet komen? Is dat iets wat een nieuwe Vlaamse regering bijvoorbeeld op moet inzetten? We hebben afgesproken dat we dat gingen evalueren, die lerarenplatforms. En ik denk dat we in de evaluatie dat moeten onderzoeken of dat inderdaad het juiste antwoord is. Of er geen andere maatregelen kunnen genomen worden. Maar dat werkzekerheid voor jonge leraren belangrijk is. En ook een relatief stabiele job. Hè? Want waarom moeten al die jonge leraren al de vervangingen doen? Waarom zouden we in de pools niet meer ervaren leraren kunnen doen? Zodat de jonge leraar een klas heeft en gewoon zich kan bewijzen in een klas. Dat zijn dingen die we dan verder moeten bekijken. En dan hebben we het over die nieuwe regering, of die nieuwe Vlaamse regering, meneer Boeven. Dat betekent ook een nieuwe minister van Onderwijs voor u. Voor mij en voor iedereen in Vlaanderen. Hoe kijkt u daarnaar? Wat verwacht u daarvan? Wel, op dit moment ben ik natuurlijk ook aan het uitkijken wat er aan het gebeuren is. We hebben natuurlijk een memorandum gemaakt met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zoals zovelen. En een aantal speerpunten naar voren geschoven. En waar de federale regering vroeger zei jobs, 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 denk ik, is het voor de Vlaamse regering leraren, leraren, leraren. Wij gaan naar een gigantisch lerarentekort. De kwaliteit van ons onderwijs hangt af van een stevig team van leraren. En dus ik denk dat dat de cruciale uitdaging is voor de komende legislatuur. U had nu als katholiek onderwijs een minister van CD&V als bevoegde minister. Dat is niet noodzakelijk. Zou dat iets veranderen voor het katholiek onderwijs? Wel, wij hebben in de voorbije jaren ook met liberale en socialistische ministers samengewerkt en zeer goed samengewerkt. Ik denk vooral een goed regeerakkoord en vertrouwen tussen wie aan de kar moet trekken en of het dan nu de minister is of de onderwijsverstrekkers of de vakbonden, dat we samen gedragen aan dat onderwijsbeleid kunnen werken. En dan mag dat gerust een minister zijn van een andere partij. Ook van N-VA? Uiteraard van N-VA. Ja, want u hebt er in het verleden wel eens conflicten mee gehad, hè, met die partij. Ja, maar ik denk dat wij met alle partijen wel eens discussies gehad hebben. Dit is nu eenmaal het spel. En dat verandert helemaal nu de verkiezingen voorbij zijn? Dat weet ik niet. Ik denk dat er altijd wel een aantal inhoudelijke pijnpunten zullen zijn. Maar goed, laat ons daar samen aan de slag mee gaan. En vanuit de samengedragen verantwoordelijkheid kijken naar die kwaliteit van het onderwijs. En dan hoeft dat allemaal geen probleem te zijn. Oké, dank u wel, meneer Poeven, voor de komst naar de studio hier.